Om te beginnen, ik ben van het jaar 1944, dus ik ben niet meer van de jongste. De boeken die ik geschreven heb, die liggen hier vooraan. En het laatste boek dat ik geschreven heb, ondertussen is er nog een boek klaar, maar dat is nog niet uitgegeven. Dat zal de eerstkomende maanden hier uitgegeven worden, maar dit is het laatste dat ik geschreven heb. In den beginne schiep de vrouw. En dat is een boek dat in feite de geschiedenis weergeeft van een periode die gaat vanaf 500.000 jaar geleden. Ik zeg wel 500.000 jaar geleden. Dus er waren nog geen mensen, er waren nog geen Neandertalers. Dat waren hoogstens mensen die op twee benen konden lopen. En nochtans maakten ze al figurines over de vrouw. Waarom werd in een regio gaande vanaf Siberië tot en met Marokko, waarom zijn daar duizenden figurines gevonden, Venussen genoemd? Die Venussen zijn niet gemaakt door vrouwen, maar zijn gemaakt voor vrouwen. Dus mannen hebben ze gemaakt. En het is maar de laatste 5000 jaar dat de man de heerschappij heeft overgenomen. Voordien zijn er honderden eeuwen geweest waarin de vrouw in feite ten eerste de touwtjes aan elkaar kon knopen en ten tweede inherent daaraan de macht aan zich had. Maar de macht aan zich hebben, dat is niet zoals vandaag de dag macht wordt verondersteld. Zij beheerde alles, zij regelde alles. Dus als je dat allemaal doet, dan heb je de macht. In feite is het een boek dat geschiedenis schrijft. Het is niet zomaar een boek waar vertelseltjes in staan, duimzuigerij wordt gedaan. Nee, dat is allemaal minutieus opgezocht en voorzien van de nodige bibliografie om te verwijzen waar ik mijn wijn gehaald heb.